Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op het eiland Barbados een businesscenter geopend. LVV-minister Pralat Soudin zegt hiertoe te hebben besloten nadat de premier van Barbados haar bezorgdheid tegenover hem had geuit over een voedselvoorziening. Soudin sprak vandaag tijdens de ondertekeningsceremonie van de overeenkomsten met boeren. Met dit centrum kan een begin worden gemaakt met het verkennen van de markt middels het verzenden van producten naar het eiland. Surinaamse boeren zullen dus in staat zijn hun gewassen te exporteren naar Barbados. De Business Center is een belangrijke verworvenheid van het SAMA-project. Er zijn ook een paar ondernemers daar naartoe gestuurd, gefinancierd door SAMA. Maar we hebben één afspraak gemaakt met elkaar. We gaan elkaar daar niet beconcurreren. Meneer Gopal zit hier, zoals dat in Nederland gebeurt met onze groenten. En ieder zit op die markt en we beconcurreren elkaar dood. Als ik een product heb welke voor 3 euro aanlever daar, dan gaat er een nieuw persoon die wil mijn klant van me afpakken, dus die gaat voor 2,75. Een derde gaat voor 2,50. En zo gaat het maar door. En als ze zelf niet eruit komen, dan gaan ze nu dat allemaal, of tenminste de rekening presenteren voor de boeren hier. Dit willen we niet. Met zo'n les, dit willen we niet herhaald hebben. Vanuit zo'n trade and business center en ieder die exporteert, gaat daar een onderdeel van zijn. Van daaruit gaan wij als één vuist verder opereren. De bewindsman zegt dat er soortgelijke gesprekken zijn gevoerd met Trinidad en Tobago. Op voorwaarde dat er andere gewassen dan op het eiland worden geteeld, worden geëxporteerd. Erik Ceballos, Chief Technical Advisor van de FAO, vroeg de boeren die vandaag een contract hebben getekend met SAMAP om samen met de organisatie te werken, zodat de agrarische sector zich verder kan ontwikkelen. So we will invite all of you to participate actively, proactively, in the value chain platforms that we are building again together. And those platforms bring together farmers, processors, producers, exporters, public, private sector, to address the critical issues the country needs to address to move forward, from policy to the implementation of good agricultural practices, to the participation in events abroad, promoting exports for Suriname. All of that will happen in this forum, the value chain platforms. So now you are signing not only your agreement, you have signed now, or you will sign now, your membership to the value chain. Het ondertekenen van een contract met SAMAP houdt in dat boeren in aanmerking komen voor een eenmalige investeringssteun voor hun agrarische onderneming. De fondsen voor het SAMAP-programma worden beschikbaar gesteld door de Europese Unie.